Behalve dat er voor de komende twee weekenden een totale lockdown geldt, zullen malls, markten, kledingzaken en overige detailhandelzaken vanaf 21 mei hun deuren gesloten moeten houden. Dit is onderdeel van de aangescherpte COVID-19 maatregelen die de overheid gisteren heeft afgekondigd. Ook heeft de regering besloten dat per 18 mei alle overheidskantoren gesloten blijven. Slechts de essentiële overheidsdiensten worden met minimale bezetting opengesteld. Opmerkelijk is dat per 31 mei 2021 alle individuele dispensatieformulieren komen te vervallen. Verzoeken voor verlenging worden slechts gehonoreerd indien betrokkenen beschikt over een bewijs van volledige vaccinatie. Collectieve dispensaties dus van bedrijven blijven vooralsnog geldig. Het samenscholingsverbod geldt voor groepen groter dan 5 personen. Door de week gaat de avondklok om 6 uur in. Deze maatregelen gelden tot 3 juni.